Goedemiddag. Ik kom op met een hele groep. Een derde versnelling.'Twould be better for us both had we never in this wide wicked world ever met. For the pleasures that we've both seen together, I am sure, love, I'll never forget. Oh, I'm thinking tonight of my blue eyes, who is sailing far over the sea. Oh, I'm thinking tonight of my blue eyes, and I wonder if she thinks of me. Oh, you told me one time, dear, that you love me, and you promised that we never would part. But an old link in the chain that's been broken leaves me now with a sad aching heart. Dames en heren van de derde versnelling, welkom in het Museum van de Holocaust en de Mensenrechten. Holocaust komt van het Grieks, holos, geheel, kaustos, brandoffer. Dus een totaal brandoffer. Nu, de Joodse mensen zelf spreken over de Shoah. En dat betekent ramp of catastrofe. En de Zigeuners hebben daar ook een woordje voor. En dat woordje luidt poraimus. En poraimus betekent de verslinding. Nu, we gaan eerst naar een introductiefilm kijken van ongeveer 12 minuten. Oh, I'm thinking tonight of my blue eyes, and I wonder if she thinks of me. Dus mijn collega gaat er een stuk of 18, 19 ja, zo, meenemen. Ja, prima en de rest dan. Dus hij gaat al ze tellen, hè? Ja. Want we gaan met de lift naar boven, dus we gaan even we moeten wachten tot okay. Zij terug zijn. Hè. Nog een keer welkom in het museum. Mijn naam is Jean. Als u tijdens mijn rondleiding vragen mocht hebben, hè, u mag mij altijd onderbreken. Ja. We komen speciaal op de vierde verdieping. Waarom? We hebben hier een mooi zicht op het historische gebouw, de kazerne Dossin. Waar dat alles gebeurd is. Hè? Dus hier vooraan. Hè? Het is pas in 1936 dat deze kazerne de definitieve naam krijgt. En dat wordt dan heel officieel kazerne Baron Dossin de Saint-Georges. We gaan direct al verder naar eind mei, begin juni 1942. In België is dan al 2 jaar bezet door de Duitsers. En een Duitse bezetter gaat deze kazerne in gebruik nemen als SS-Sammellager für Juden. Zij vragen aan die Belgische Joden, maak een vereniging. Organiseer onderwijs voor Joodse kinderen. Dat doen die mensen. Maar na verloop van tijd vraagt diezelfde bezetter, stuurt nu een keer een brief naar iedereen die in de register staat, in de gemeente. Wat staat er in die brief? U gaat werken in het oosten. Dit is geen deportatiemaatregel. Ja, het was er wel een, maar ja. Hè. But an old link in the chain that's been broken. Leave me now with a sad aching heart. Deze foto is van de commandant van de kazerne Dossin. Dat was een zekere SS-Sturmbannführer Philipp Schmidt. Die man die was tegelijkertijd ook commandant in het fort van Breendonk. Maar Breendonk zijn politieke gevangenen, Mechelen zijn Joden en Zigeuners. En hij wordt ontslagen in Mechelen, maar hij blijft commandant in Breendonk.
En dat is een van de redenen waarom dat deze man als een van de weinige oorlogsmisdadigers in België wordt gefusilleerd in 1950 in Antwerpen. Hij wordt dan opgevolgd door een ex-politieman, maar die man die was te klein van gestalte om lid te mogen worden van een SS. Je moest voldoen aan bepaalde voorwaarden, minstens 1,75 meter zijn, en dan nog liefst met blauwe ogen en met blond haar. Later mocht iedereen binnen, maar ze de volk nodig. Maar we weten weinig over die man. Maar het zijn vooral deze mannen hier, dit zijn de kampbewakers. Die bewakers denken dat alle Joden maar uit zijn op maar één ding, en dat is winst maken en profiteren. Nu, voor deze mensen is dat nog een grotere vernedering, want een rabbijn houdt zich nooit bezig met geld. Dus er zijn uit Mechelen 28 transporten vertrokken. En één transport is heel belangrijk geweest, dat is een unicum in onze geschiedenis. Dat is nooit ergens gebeurd in heel Europa niet. Behalve op 15 kilometer van Mechelen hier, in Boortmeerbeek, er is een Jodentrein tegengehouden geweest. Het zijn drie studenten die elkaar kennen van het Atheneum in Ukkel. Jura Lifschitz, een Jood. Robert Meisterio, een Belg. En Jean-Franck Lemont, ook een Belg. En die vragen hulp aan het gewapend verzet. En dat gewapend verzet, dat geeft zo'n antwoord in de aard van mannetjes, want het zijn nog drie snotneuzen. Mannetjes, dat is veel te riskant, hè. We gaan misschien 10 mensen kunnen redden en we gaan er misschien 10 moeten opofferen. We hebben van iedereen die uit Mechelen is vertrokken, hebben we een naam. De registers zijn bewaard gebleven. Als je als vrouw, als Joodse vrouw in Auschwitz toekomt en je hebt je kinderen bij, kleine kinderen, grote kinderen, dat is altijd nog rechts van de gaskamers, altijd. Als je er als meisje toekomt tussen 18 en 22 jaar, zonder ouders, dan heb je waterkansken dat ze je eruit halen om te gaan werken. Dus een man had iets meer kans om te overleven dan een vrouw. Nu, de gehandicapten in Nazi-Duitsland. Hoe dacht men daarover? Ja, dat is leben ohne Hoffnung. Een leven zonder hoop. Er is overal een hoek af. Ik heb het dus nooit meer goed. En het gaat niet alleen over gehandicapten, maar ook derde leeftijd. Ik heb hier een foto van een kerkhofje, een kerkhof uit een toenmalige plaatselijke RVT, hè? Rust- en verzorgingstehuis. Hè? Als er te veel kosten aan u kwamen, diabetes, hartproblemen, noem maar op, uw medicatie te duur, maar je kreeg ook een spuitje. Hè? We zien hier een stukje van een fragment uit een brief van zo'n Duitse soldaat naar huis. Als je dat leest, je wordt niet goed. Hè? Dat kun je alleen maar verklaren als je een klein beetje inbeelden in de gedachtenwereld van die man. Die was er blijkbaar van overtuigd. Ik doe hier een goed werk. Hè. Ik zuiver de aarde van ongedierte. Dat kun je anders niet verklaren. Hè. Dit zijn Hongaarse Joden die toekomen in Auschwitz-Birkenau. Nu, voor 1944 stopte de trein in Auschwitz. Arbeid macht vrij. Concentratiekamp. En dan is nog 3 kilometer te voet naar Birkenau. Vanaf 1944 legt men een spoorlijn in Birkenau, direct in het kamp. Nu, wat gebeurt er met deze mensen? Die komen aan in Birkenau en die bewakers zeggen, je mag eerst nog even uitrusten, je hebt nu 3 dagen op die trein gezeten, straks gaan jullie douchen, dan krijgen jullie eten en dan gaan jullie werken. Hè? Wat is de echte reden? Want ze mogen rusten onder de birken. Dit zijn berkenbomen, de birken, vandaar Birkenau. Hè? Wat gebeurt er? Ja, de echte reden is dat alle gaskamers zijn nog allemaal bezet. Dus die moeten eerst worden leeggemaakt vooraleer deze mensen worden vergast. En dat is het tragische op deze foto. Iemand, waarschijnlijk SS, heeft deze foto genomen. En een half uurtje na het nemen van deze foto is iedereen op die foto al vergast. Mannen, vrouwen en kinderen. Dus stel je voor, en die mensen hadden geen enkel benul wat er ging gebeuren. Wie kan dat trouwens geloven dat men u dat gaat aandoen? Als je één kamp moet bewaken met één grote groep, dat is veel moeilijker als die grote groep in te delen in klein groepjes. En dat wisten de Romeinen al, hè? Verdeel en heers. Voilà. Dus iedere groep met zijn eigenheid, met zijn kleurken, met zijn symbool. En ze gaan niet samenwerken, hè? Want iedereen is in zijn eigen groep bezig. Hè? Dat is een interview opgenomen helemaal op het einde van 2012. Malvin Leuvenveert heet ze. Ze woont in Antwerpen. 92 jaar, nog altijd heel lucid. Heeft nog geen bril nodig, onder andere. Hè? Die mevrouw die overleeft de kampen in Birkenau, ze overleeft de dodenmarsje, ze weegt nog amper 35 kilo. Ze leert een man kennen, ze trouwt en ze krijgt een kind. Dat is Malvin in haar glorietijd.
Nu moet je een keer kijken in de ogen van die mevrouw of in haar gezicht. Hè. Dat is misschien heel subjectief, hè. Maar dat komt bij mij altijd binnen als toch een zekere fierheid. Hè. Een trots. Hè. Ze hebben mij niet klein gekregen en dan niet alleen, maar ik heb nu nog een keer gezorgd voor een nieuw leven. Hè. Met de anti-Joodse maatregelen, dat begint allemaal heel onschuldig. Hè. In 1941, de eerste maatregel, Joden mogen geen duiven houden. Versturen van berichten, wie weet. Hè. Een maand later, Joden mogen geen radio's hebben. Als je dat moest vertalen in onze tijd nu, is dat hetzelfde als geen internet en geen tv. Hè. Je hebt geen nieuws meer van buitenaf. Hè. Weer een maand later, Joden mogen niet meer buiten komen tussen 8 uur 's avonds en 7 uur 's morgens. Voor België was dat iets soepeler. Hè. Joden mogen enkel verhuizen naar Antwerpen, Brussel en zo verder, maar dat wordt altijd maar erger en erger. Want op den duur mogen Joden niet meer op een bank zitten in het park. Mag niet meer. Joodse kinderen mogen niet meer op de speeltuin. Joden mogen niet meer in het stedelijk zwembad gaan zwemmen. Mag niet meer. Joden mogen niet meer op de tram in Antwerpen. Mag ook niet meer. En dat wordt altijd maar erger en erger. Hè? En op den duur, Joodse advocaten, Joodse dokters, Joodse verplegers, verpleegsters, mogen hun job niet meer uitoefenen. Die vallen zonder werk. En wat gebeurt er? Dat is natuurlijk heel uitgekookt. Die krijgen een beetje later een brief in hun bus. U gaat werken in het oosten. Hè? Dus zie een keer hoe uitgekookt. En die mensen denken, ja, liever in het oosten niet gaan doen dan hier te voorkomen zonder werk. Hè? Dus heel veel mensen trappen in die val. En je ziet allemaal maatregelen tegen een bepaalde groep. Dat is zo'n typische poster, hè? Een kaart van de Duitsers. De sabotagekaart tussen 1 december en 10 december. En mijn Franstalige collega's die plaagden mij altijd te zeggen, ah Jean, tu vois, tout ça passe ici, au Wallonie. Alle sabotagedaden in het zuiden des lands. En ik zeg dan altijd om ze dan terug te pesten. Hè. De Vlamingen waren zo goed in het saboteren. De Duitsers hebben dat nooit geweten.